Midden in de wijk Altveer, in de gemeente Ommen, staat het gezinsvervangend tehuis van De Sprank. Wat dat voor tehuis is en wat voor instelling De Sprank is, probeerden we in deze rapportage naar voren te brengen. Er was namelijk een hele fijne gelegenheid om dat te doen en dat was het 50-jarig bestaan van De Sprank. We spreken daar met Carla Snel, zij is verzorgende daar, en met een bewoner en kijken hoe het feestje van 50 jaar Sprank daar midden in de wijk aan de Jacob Maristraat gaat plaatsvinden. Carla Snel, jij werkt hier bij De Sprank. Dat klopt. Wat is eigenlijk De Sprank voor instelling? Sprank is een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. En we zijn van oorsprong, is eigenlijk dit troonskind ontstaan, 1973. En vandaar dat we dus nu, Sprank is in 2002 samengegaan met dit troonskind. En nu 54 jaar bestaan. En we zijn hier nu aan de Jacob Maristraat. En wat voor gebouw is dit? Dit is een gebouw die staat hier nu sinds 2004. Dus volgend jaar 20 jaar. En hier wonen op deze locatie wonen 7 mensen en de buren wonen 8 mensen. Die staat midden in de wijk. Is er een bepaalde bedoeling? Ja, Sprank heeft toen de tijd ervoor gekozen dat we eigenlijk gewoon midden in de wijk, dat mensen met een beperking gewoon in de samenleving mee moeten kunnen doen. En vandaar dus dat ze hier gekozen hebben voor midden in de woonwijk. Ja. Merk je dat nou ook, dat ze midden in de woonwijk staan? Niet altijd. Dus wel betrokkenheid. We zouden het wel mooi vinden dat dat wat meer zou kunnen, mogen. Er is wel betrokkenheid. Nou is De Sprank een christelijke instelling, hè? Waar kun je dat aan merken? Sprank, we vinden het fijn om gewoon de identiteit van Sprank in die zin hoog te houden. We vinden het mooi om met elkaar te zingen, te bidden, te lezen. En dat is gewoon ook samen met elkaar naar de kerk gaan. En dat vinden we mooi. Nou hoor ik net een van de vrijwilligers zeggen van nou wij zijn eigenlijk bezig om de opvoeding zoals die kinderen dat gehad hebben, om dat voort te zetten op de manier zoals de ouders dat deden. Is dat ongeveer een beetje de bedoeling? Kijk, we zijn natuurlijk professionals. We proberen natuurlijk de huiselijke sfeer, waar ze wonen, dat ze ook echt thuis komen. Dat proberen we hier wel neer te zetten. Ja. En kerkgangen, zo doen jullie ook? Ja, we gaan op zondag gaan we naar de kerk. Ja, dat we op die manier ook betrokken zijn met de kerkelijke gemeente hier in Ommen. Hoeveel mensen wonen hier nu in dit gebouw? We hebben op dit moment 7 cliënten. We hebben eigenlijk op dit moment een lege plek. En het zou heel mooi zijn dat we die nog eigenlijk op kunnen vullen. Bij deze een oproep. Misschien zijn er mensen die op zoek zijn. En hopelijk wordt de plek gevuld. Dan werken jullie ook veel met vrijwilligers, hè? Wat doen die allemaal? Het is heel wisselend. We hebben vrijwilligers die meegaan voor vervoer. Dus naar het zwemmen, naar de avondschool, andere activiteiten, kerkvervoer. Maar ook vrijwilligers die gaan wandelen of een stukje gaan fietsen. Heel uitgebreid. Dan hoorde ik net iemand zeggen van ik heb zo'n goede band met de bewoners opgebouwd. Ik ga hier nooit weer weg als vrijwilliger. Ja, snap ik. Dat begrijp ik. Ik werk hier zelf bijna ook al volgend jaar, dus 20 jaar. Daar schrik ik ook zelf wel een beetje van. Maar tegelijk, snap dat. Het is mooi werk. En als je gewoon met je cliënten iets op hebt gebouwd, dan wil je dat niet zomaar kwijt. Dan wil ik je nou van heel hartelijk feliciteren. En dan kijken we nog even verder naar het feestje. Super, dankjewel. Zo Wilja, jij woont hier ook, hè? Ja. Wat doe je nou de hele dag? Na het werk. Wat voor werk doe je? Ik werk op een speelzaal en op de HSG de dag besteden. En dan kom je thuis en dan? Ga ik koken, ga sporten, ga naar de baasje op bed. Het zijn heel veel dingen, je hebt het druk. Ja. Hoe vind je het hier zo? Superleuk. Wat vind je nou zo leuk? Dat we met de groep wonen met die samen in de klas geloven. En dat kan je ook merken? Ja. Hoe merk je dat dan? Dat we elke dag uit de Bijbel lezen en naar de kerk gaan.
En dat vind je heel belangrijk? Ja, super belangrijk. Goed zo. En wat ga je nou morgen doen? Uitslapen. Het wordt wel laat, denk ik, vanavond, hè? Denk het wel. Lekker morgen, gewoon lekker zaterdag. Ja. Fijn. Dan hoop ik dat je morgen inderdaad een heel fijne dag hebt. Dankjewel. Oké. En dit is de kerst op de taart. Ja. Van alle cadeautjes. Kerst van de hoogte. Ja. Doe jij maar high five met de mensen? Nee, met die. Ja, goed zo. Kom maar. Nee, wacht. Zo. Snap je? Ja. Oh, zo. Heel erg.